En daar stonden al, waren de Duitsers al in Uden. En ons vader, die, ja, die wou eigenlijk weten, en voor de mensen, hoe dat eruit zag. Wat was er nog overgebleven? We hadden thuis 200 kuikens en die waren nog maar een dag oud, dus die moesten nog eten hebben. Ja, en wie gaat er nog naar mail toe? Nou, ome Frans, Marien Verweijen en ik. En nog een paar man, wij fietsten naar mail toe. Maar onderweg was er zoveel te zien dat ik al die mannen kwijt waren geraakt. En ja, dan ben ik alleen en dan maakt niet zoveel uit. Want ik kreeg toch in de gaten dat dat toch een oorlog was van soldaten, niet van ons. En toen kwam ik er een tegen, er kwam een heel hoop Duitsers tegen, maar een van de kleine Duitser. En die hield me aan en hij zei, wat is daarin? Want ik ga achter een pakje brood op mijn fiets zitten. Ja, daar zitten een boterhammen in. En uitpakken. Nou, en ik, de brood eraf. Ik kreeg een half snee, die moest ik opeten. En toen ik die op had, had hij de rest op. En die zei tegen, zeg maar tegen jullie moeder, dat ze lekker waren. En toen stond ik nog naar mijn fiets te kijken ook nog, maar die heb ik niet afgegeven. Hij ging weer verder en ik fietste ook weer verder en toen kwam ik een eindje verder dan bij de molen in Zeeland. Er lag een Duitser dood op de weg, midden in Karspoor. En net een eindje van tevoren had ik een motor gezien, die was in de sloot gereden en tegen een duiker aan. Het wiel, veel wiel in elkaar, lam kapot. En dat was de motor van die Duitser en die had drie gaten in zijn borst zitten. Dus waar een heel kort bij is, die beschoten waarschijnlijk, maar die was dood. Nou, hij had aan zijn vinger een ring aan zitten met een doodskop erop, een doodshoofd. Nou, die had ik ook gezien. Ik heb hem weer onder zijn zijtje gelegd en verder gegaan. En toen stond er een motor ergens tegen een heg aan, een klein motor, maar van wie die was, dat weet ik niet, maar die stond daar gewoon. En een heel klein eindje verder lag een dode Hollander, een Hollandse militair. En die gaat bezijden een klein gaatje in zijn hoofd. Maar hij is ook dood.